Henoch wandelde met God. En hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Dat is alles wat we weten van Henoch. En als u de geschiedenis ingaat, als iemand die wandelde met God, bent u een buitengewoon gezegend mens. Al hebt u geen koffiebar opgezet, geen gemeente gesticht, geen... Als u wandelt met God, hebt u in de ogen van de Heere God gedaan datgene wat hij zo dolgraag wil. En niemand van u kan zeggen, dat kan ik niet. Niemand zal God straks voor Gods troon kunnen zeggen, ja, dat was zo ingewikkeld. Drie woorden, wandelen met God. Toch? Niemand kan zich straks voor God verontschuldigen als hij niet met God gewandeld heeft. Is nog een, ja, het eerste en het grote gebod is eigenlijk nog simpeler. Want het eerste en het grote gebod is, gij zult de Heer uw God lief hebben. Geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand, geheel uw kracht. Gij zult de Heer uw God lief hebben. Wie van ons kan dat niet? Wie van ons zal later kunnen zeggen, ja, ik vond het zo ingewikkeld, die Bijbel, al die moeilijke teksten die elkaar tegenspraken en ik kon er niks mee hoor. Dan denk ik dat God zal zeggen, ik heb je maar één gebod gegeven. Veel van me houden. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart. Simpeler kan God het toch niet maken? En ja, in alle liefde, maar daar wordt u op afgerekend. Die grote vraag, wat heb u met hem? Wat heb u met hem? Ik zal dat nog wel een paar keer zeggen vandaag, want mijn hart is daar vol van. Wat heb u nou met hem? En wat heeft hij met u? Wat hebben, in alle eerbied, wat hebben jullie met elkaar? En dat zit allemaal in die gedachte van wandelen met God. Want wandelen met God is zo'n kostbare zaak. Als je dat leert en je leert de smaak daarvan te pakken te krijgen. Wandelen met God. Kijk, wandelen met Maxima, dat zou al heel wat zijn of niet. Of met wandelen met Willem-Alexander of zo, hè? Of met Clinton, of noem maar een heleboel van die grote namen op, dan moet de straat bij u, die moet dat weten. Ik heb vanmiddag gewandeld met... Toch? Maar het wonder is dat God u uitnodigt om met hem te wandelen. De schepper van hemel en aarde, die alles gemaakt heeft, de sterren, alles. Hij sprak en het was er. En hij zegt, zou jij soms met mij willen wandelen? Dat is toch adembenemend. En we zijn toch een beetje dolgedraaid als we dat niet doen. We hebben mensen zeggen wel eens in onze tijd, er is geen hel. Ik geloof dat er wel een hel is. Ik denk dat het kenmerk van de hel is dat je de verdere eeuwigheid spijt hebt van wat je hier op aarde niet gedaan hebt. En dat is wandelen met God. En straks zie je hem. Ja, nou. Hoe heb ik nou zo dwaas kunnen zijn? En als u alleen maar dit te pakken krijgt, hè, de smaak te pakken krijgt, dat u zegt, ja, dit, de rest van mijn leven ga ik daar aandacht aan geven. En we gaan natuurlijk vandaag over praten, hoe doe je dat dan? Maar dan bent u een gezegend mens. En dan kunnen dingen tegenzitten en moeilijkheden komen en lijden komen in uw leven. Maar als u wandelt met God, krijgt alles een andere kleur. Als Jezus op de bruiloft komt, dan maakt hij van water wijn. Dat wat kleurloos is, wat grauw is, wat smakeloos is, geeft hij kleur en geur en smaak en vreugde. Dat kan hij in uw leven doen. Als u leert om met hem te wandelen. Wandelen met God.